Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling heeft een nieuw bestuur geïnstalleerd voor het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaineproject OWMCP. De hoofdtaak van het nieuw bestuur is om alles in orde te maken voor de bestuursverkiezingen die binnenkort moeten plaatsvinden. De installatieceremonie vond plaats op dinsdag 13 augustus 2019 in de vergaderzaal van het ministerie. OWMCP staat voor overliggend waterschap. Daaraan gekoppeld heb je dan de inliggende waterschappen. Daarvan hebben we 12 dus. Dus alle waterschappen dat jullie altijd in de media volgen, waterschap bijvoorbeeld waterschap Sammelkriek, waterschap Heenaar, die worden dan gefusioneerd door water van OWMCP. Dus OWMCP is dan een overkoepelende waterschap voor de inliggende waterschappen. Het is heel belangrijk dat we een nieuw bestuur moesten benoemen voor het OWMCP. Op de eerste plaats omdat het mandaat van het vorig bestuur was verstreken. Op de tweede plaats dat dit bestuur als hoofdtaak heeft om binnen 12 weken verkiezingen te organiseren. U zult zich afvragen hoe kan een bestuur binnen 12 weken verkiezingen organiseren. Simpel, omdat er heel veel werk reeds was verzet op grond van het feit dat opgemerkt was geworden op het laatste moment dat er geen verkiezingsreglement, dan wel huishoudelijksreglement aanwezig was, moest zijn de verkiezingen niets meer doorgegaan. Wij hebben dus als opdracht samen met het bestuur, de DC van Nikeri, om de zaak heel nauw te monitoren de komende 12 weken. De eerste 2 weken hebben we gevraagd dat we een concept huishoudelijksreglement en een concept verkiezingsreglement onder ogen krijgen, zodat wij ook ernaar kunnen kijken. De belanghebbenden moeten ook goedkeuring daaraan geven. In elk geval hebben we 8 weken voor dit voortraject, de voorbereidingen, dus getrokken. En dan moet binnen die 4 weken van aankondiging van de verkiezingsdatum, aanplakking, indiening van lijsten moet plaatsvinden, goedkeuring, instellen van een verkiezingscommissie. Die zaken moeten binnen 4 weken plaatsvinden, waardoor je in je 12e week wel de verkiezingen kan houden. Waterschappen heeft te maken met decentralisatie. Het gaat om decentralisatie, het gaat om delegeren van bevoegdheden, waarbij nu de belanghebbenden zelf, laat maar zeggen, de dienst zullen uitmaken. Zij kunnen zich kandidateren, zij zijn de stemgerechtigden, zij maken ook die wetten die we keuren noemen en die leggers waarbij de technische zaken in vervat zijn. In elk geval gaat het erom, vooral als we kijken naar landen als Nederland, gaat het om de beheersing van water. In dit geval gaat het om landbouw. En zoals u weet is het district Nikeri. Ons landbouwdistrict bij uitstek, rijstbouwdistrict bij uitstek. En water is van eminent belang voor natuurlijk de teelt daarvan. In de regentijd, wanneer er veel regen is, veel neerslag is, moet u dus zorgen dat het overtollig water gespild wordt, zoals ze het zeggen in Nikeri. En in de droge tijd, wanneer er weinig neerslag is, moet u dus zorgen dat er genoeg water is. En dan komen de wakai-pompen, die ook onder het beheer van OWMCV vallen, in beeld om zoet water naar de rijstvelden over een kanaal van 66 kilometer te pompen. Dus dat alles moet goed georganiseerd zijn. En wie kan het anders? De heer Tijnwa Ozonanis, Massa-san-sap peilikki kan tegen. Maar ik vind het Tijnwa Ozonanis-sap peilikki. Dus het zijn de Nikerianen, de boeren zelf, de belanghebbenden zelf, die het beste daarmee kunnen omgaan. Vandaar dat we ons sterk maken om in het kader van decentralisatie, zoals eerder gezegd, de bevoegdheden te delegeren naar de mensen zelf.